Duitsland in Europa is een historische context die zowel op de HAVO als het VWO-examen terugkomt. En deze videoreeks die geldt dan dus ook voor allebei. En uh, ja, we beginnen met de eerste leidende vraag. Die staat hier in het blauw. Hè. Wat leidde eigenlijk tot die opkomst van nationaal socialisme? Welke gevolgen had dat voor Duitsland, voor Europa? En de periode is de periode vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog, 1918, tot het einde van de Tweede Wereldoorlog, 1945. En er horen deze kenmerkende aspecten bij. En in het bijzonder bij deze eerste video, uh, dat kenmerkt aspect daarin het blauw, het voeren van twee wereldoorlogen. Want we starten iets eerder bij deze eerste video, een klein stukje voorgeschiedenis. We gaan terug naar het jaar 1914. Uh, het jaar waarin uh, keizer Wilhelm II, die we hier rechts zien staan de keizer is van het Duitse Rijk. Dat is hij dan al een hele tijd. Maar het is ook het jaar dat uh, het Duitse Keizerrijk deel gaat nemen aan die Eerste Wereldoorlog. En er hebben allerlei landen hebben daarop aangedrongen, maar Wilhelm II speelt daar met zijn beleid ook een belangrijke rol in. En je ziet hier op deze kaart ook staan wat, welke landen eraan mee hebben gedaan, uh, welke slachtoffers er vielen. En je ziet dat Duitsland uh, behoorlijk veel slachtoffers heeft uh, tijdens die Eerste Wereldoorlog. En dat was eigenlijk helemaal niet de verwachting, want de verwachting was in 1914 van nou, we gaan even Lekker oorlog voeren tegen elkaar. De dacht ze in Duitsland, de dacht ze in Frankrijk, de dacht ze in Groot-Brittannië. En wij gaan winnen, dacht ook iedereen. En er was heel veel enthousiasme. Nou, die realiteit die was heel anders. Uh, want uiteindelijk was het dus echt een uitzichtloze loopgravenoorlog. Waarin er dus heel veel slachtoffers vielen. Nogmaals, die blokjes die hier op die kaart staan. Die zeggen genoeg. Uh, want één blokje staat voor 250.000 mensen. Dus nou, ja, zet het beeld maar op pauze en ga maar tellen, zou ik zeggen. Hoe die Eerste Wereldoorlog verder precies verliep, en uh, dat, ja, dat doet er eigenlijk allemaal niet zoveel toe voor deze context. Wat we vooral moeten weten is hoe die eindigt, en daar gaan we nu even naar kijken. Want uh, in het einde, in het laatste jaar van die oorlog, ja, verloopt die helemaal niet goed voor Duitsland, en er zijn verschillende redenen voor. Duitsland kwam steeds meer klem te zitten. Je zag er net ook op die kaart, zat hij klem tussen uh, Groot-Brittannië en Frankrijk in het westen, en Rusland in het oosten. Ja, uh, en wat gebeurt er dan? Dan worden ook nog uh, de toegangswegen over zee worden afgesloten. De havens van Hamburg, van Bremen en dergelijke. Uh, de geallieerden, uh, de vijanden dus van Duitsland, die zorgen ervoor dat er uh, nauwelijks nog schepen naar die havens kunnen. En daardoor komt er steeds meer voedselschaarste in Duitsland. Daarnaast zijn ook de Amerikanen mee gaan doen aan de oorlog. Duitsland verliest steeds meer terrein. En er wordt dus uh, steeds meer gedacht aan: ja, moeten we niet toch uh, bepaalde vredesonderhandelingen ingaan? Maar de Verenigde Staten willen dat wel doen. Maar dat willen ze alleen maar doen als Duitsland ook democratischer wordt. Hè? Die, de Wilhelm II, die was een heel autoritaire leider. Die kon in principe heel veel in zijn eentje beslissen. De gewone bevolking had nauwelijks iets te zeggen. Er was nauwelijks democratie. Uh, dus dat was een eis. Nou ja, uiteindelijk uh, weet Wilhelm II dat hij daar wel mee akkoord moet gaan, want Duitsland blijft terrein verliezen. En in 1918, uh, in oktober van dat jaar, stelt keizer Wilhelm II dan ook een nieuwe regering aan. En die moet dan ook die vredesonderhandeling gaan starten met de geallieerden. Ondanks die vredesonderhandelingen moet de Duitse vloot toch ten aanval trekken tegen de Britse vloot. Het is immers nog gewoon oorlog. Die zeeblokkade is er ook nog steeds. Dus daar willen zij ook vanaf. Maar ja, je kunt je voorstellen dat die, dat die matrozen, dat die soldaten er eigenlijk geen zin meer in hebben. Als ze weten dat er ondertussen toch vredesonderhandelingen plaatsvinden. Misschien is die oorlog volgende week wel afgelopen of over een maand. Waarom ging ik dan nu nog mijn leven wagen? Dat is een beetje de gedachte. En die Duitse matrozen die weigeren dan ook. Hier zie je ze eigenlijk demonstratief weglopen in een soort protestmars ook. En het is een begin van een veel grotere opstand die uh, in steeds meer steden in Duitsland plaats gaat vinden. Nou, dat zorgt ervoor dat de druk op keizer Wilhelm II en op zijn nieuwe regering steeds groter wordt. En uiteindelijk komt er dan ook weer een nieuwe regering: dat wordt een sociaal-democratische regering. En uh, Keizer Wilhelm II, die treedt af. Dat was eigenlijk ook wat de Amerikanen het liefst al hadden gezien. En daarmee is Duitsland ook geen keizerrijk meer, maar wordt het dus een republiek. Hier zien we dus het einde van dat Duitse keizerrijk. Ja, en die nieuwe sociaal-democratische regering, die tekent op 11 november 1918 de wapenstilstand met de geallieerden. Dat zien we hier op dat schilderij rechts. Hiermee komt er een einde aan de Eerste Wereldoorlog, maar het vormt ook meteen het startpunt van deze historische context, die dus gaat over de hele Duitse geschiedenis vanaf dit moment eigenlijk. Nou, en daar zullen we in de volgende video's eens goed naar gaan kijken.